Afgelopen september stonden we met z'n allen ook bij de eerste studiedag in Amsterdam. U vertelde nog dat u hoopt op veel studie. Ik kan me ook voorstellen dat u hoopt op een mooi studentenleven met veel vrienden. Toen kwamen daar die vreselijke bedreigingen. Wat voor impact heeft dat gehad op uw studie, op het eerste studiejaar? Nou, zoals jullie allemaal waarschijnlijk wel weten, is het afgelopen jaar echt moeilijk voor mij geweest. En is nog steeds moeilijk. En ik heb mijn eerste studiejaar en studentenleven had ik eigenlijk heel anders verwacht en ook gehoopt dat het zou zijn. Ik ben enorm dankbaar voor de steun, ook vanuit de universiteit, die ook met mij meedenkt en meeleeft in mijn situatie. En ik ben tot op het moment heel erg blij met mijn resultaten. En, ouders zijn we ook heel trots op de cijfers die ze haalt. Dus wat dat betreft, de studie gaat fantastisch. En het komende studiejaar, wat gebeurt daar dan? Wat gaat er gebeuren? Tweede jaar? Meestal na het eerste jaar, ja. Maar u gaat wel fysiek dan daar naartoe kunnen of is dat helemaal niet mogelijk? Ik kan er helaas geen uitspraken over doen vanwege de veiligheidsreden. En als we het hebben over deze veiligheid, deze situatie, maakt dat uw toekomstig ambt om dat te gaan omarmen, maakt het dat lastiger? Zo heb ik er eigenlijk totaal niet over nagedacht. Ik probeer gewoon dag voor dag een glimlach op te zetten en door te gaan. En de toekomst zullen we zien. En ik ben enorm trots hoe Amalia zo sterk in haar schoenen heeft gestaan het afgelopen jaar. Maar echt, ik zou het er zelf niet nadoen. En ze heeft echt elke dag, zoals ze zelf zegt, een glimlach opgezet. En doorgegaan. En daar ben ik echt enorm trots op. En ik vind dat het ook erkenning verdient van iedereen. Alexia, u bent eerder deze week 18 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. En dit jaar natuurlijk ook uw middelbare schooldiploma gehaald. Mm-hmm. Wat gaat u na de zomer doen? Ik heb er dus voor besloten dat het voor mij, net zoals mijn zus toen, het is niet de beste keuze voor mij om weer terug meteen naar school te gaan. Dus ik heb ervoor gekozen om een tussenjaar te nemen. En dat wordt dus een beetje reizen en werken en van alles. Heel veel plannen, maar nog niks gepland. Dus, lekker ongeorganiseerd. Lekker zoals altijd. Nou, heel veel plannen en we zijn nu mee bezig. En het gaat wel echt een goede combinatie van werken, ook ervaring doen. En wat ze in de toekomst wil gaan doen. Hè? Ja. En dus heel interessant eigenlijk. Ik heb twee hele bewogen jaren gehad. En ik denk dat het beter is voor mij als ik dan heel even een jaartje weer terug ga naar mezelf. Ja. Kunnen jullie nog een beetje lachen om jullie vader thuis? Hoe zit het met de humor? Hij lacht denk ik vooral het hardst om zijn eigen grapjes. En wij lachen dan af en toe mee. Ik kan u verzekeren dat het bij ons thuis vooral heel, heel humorvol aan toe gaat. En dat we enorm om elkaar kunnen lachen. Ik denk ook omdat mijn ouders die hebben natuurlijk hartstikke druk. Maar tussenwerk door vinden we altijd nog wel momentjes door de dag heen om gewoon te lachen met elkaar. Ik heb een vraag voor prinses Alexia. We hadden het net al even over social media. Er komen af en toe beelden van u ook op social media. En dan, als dat dan gebeurt, dan wordt dat natuurlijk breed uitgemeten in de media. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is, want die beelden zouden privé moeten blijven. Vindt u het allereerst jammer dat u zo beperkt wordt in social media gebruik? Ik voel me helemaal niet beperkt. Ik voel me niet beperkt. Maar, want persoonlijk gebruik ik social media vooral om gewoon in contact te blijven met mensen. Met mijn vrienden, over de wereld van Wales. En voor meer niks. Tuurlijk, ik heb een paar TikTok filmpjes gemaakt die er zijn uitgelekt toen ik denk dat ik 14 was of zo. Maar social media gebruik ik vooral om in contact te blijven met mensen. Dus, en aangezien dat gewoon lukt, voel ik me helemaal niet zo beperkt. U had het net over het uitlekken van beelden. Hoe ervaart u het als mensen beelden van u, dat die verspreid worden via anderen? Kijk, tuurlijk, ik kom er nooit achter wie wat doorstuurt. En ik denk niet dat het heel veel zin heeft om er dan ook heel erg achteraan te gaan. Ik denk dat helaas het dan ook heel erg aan mij ligt om me wat bewuster te zijn van wat ik post. Dat als ik iets post. En wie ook toelaat. En wie ik toelaat. En als ik iets post,
stel je voor, dit komt eruit, wat doet dat dan? En het is eigenlijk een enorme les geweest. Meer dan iets anders is het gewoon echt een enorme les geweest. En ik ben me veel bewuster van wie ik toelaat op mijn social media en wat ik post. Ik heb het, volgens mij heb ik het ook in mijn boek met Claudia de Breij heb ik het er ook over gehad. Dat social media echt wel een groot impact heeft gehad op mijn leven. En veelal niet positief. Maar ik denk, groeiende en lerende, leer je ermee omgaan. Leer je ook, het ook niet te lezen en ook het ook niet persoonlijk op te nemen. Want soms is het ook gewoon niet persoonlijk. Maar dat eigenlijk, ja. En ik vind het ook heel belangrijk dat ze zegt dat niet alleen voor ons, maar voor iedereen is het heel belangrijk om wat er op social media over je wordt gezegd niet persoonlijk te nemen. Natuurlijk, daar zit een persoon achter. Het is hartstikke makkelijk om wat gemeens te zeggen achter een scherm. En wat ik ook eerder heb gezegd, zolang je maar bij jezelf blijft en zolang je zelf maar weet wie je bent, dan maakt uiteindelijk, hoe makkelijk dat ook gezegd is, maakt uiteindelijk wat er over je wordt gezegd op social media heel weinig meer uit.